Zo jongens, nu ben je weer. Nu Rudolf, vorige week is de bieden schuiten. Deze week hebben we 5 prijzen. Mijn zoon Jeffrey die haalde het ding eruit. Margriet Hofstra, die leest ervoor. En dan gooi je 5 prijzen verloren. De eerste prijs is beschikbaar gesteld door de Koop. Sietse en Cornuiten, medewerkers. Die hebben een boodschappenpakket ter waarde van €50. Dus Jeffrey haalde maar één uit. Geef hem maar aan Margriet. Vrieling, Egbert Vrieling. Egbert Vrieling. Nou, die heeft dus een boodschappenpakket van. Maak hem los. Leg hem maar even op de ogen dan, Margriet. De volgende prijs waarover gesproken is voor koffievoordeel. Maar koffievoordeel die heeft gezegd, wacht even joh. Koffievoordeel is, we doen 2 prijzen. Dus die kregen een koffiepakket van €25. En dan kun je overleggen met hun wat voor soort koffiezetapparaat je hebt. En nog aan daarvan worden een prijs samengesteld, zeg maar. Als je een gewoon koffiezetapparaat hebt, krijg je gewoon een koffie. Zo moet je zien. En een hele speciale, krijg je speciale koffie. Dus, koffievoordeel. Pak maar 2 pakketjes, Jeffrey. Eerst de ene, of bonnetjes. Even goed reuren, hè? Alida Rozen. Kijk eens aan. Heb ik goed schudden, Jeffrey, hè? Want we hebben allemaal bonnetjes van onszelf. En ik kan het ook niet. Even goed schudden? Ja, net ook al wat schud. Goed zo. Trek hem erin nu. Niet kijken. Die, goed zo. Familie Wiegeman. Uit Haventen. Kijk eens aan, bij de Koop, boodschappen dan. Prima, dus die krijgt ook een koffiepakket. Dan hebben we nog een wijnpakket. Dat is beschikbaar gesteld door het dorpshuis. De Buddinghof, ons eigen dorpshuis. Ter waarde van €50. Dus kun je met Jerry kun je een mooie wijnpakket halen. Die even halen, maar niet even schudden, niet kijken. Aan de kant op kijken. Goed zo, mijn jongen. Margriet. M. de Jong, familie de Jong. M. de Jong, familie de Jong, op Renault. Nou, die zouden we zijn wel. Of H, waar staat er? M, hè? Ja. M. de Jong. Die heeft een wijnpakket gewonnen. Ter waarde van €50 beschikbaar gesteld door het dorpshuis. En dan hebben wij nog. Heb ik de kogel, hè? Ja, Bert Orden is er nog, ja, tuurlijk. Bert Orden, die woont net weer erop, Bert heeft een bouwbedrijf en die heeft ze mee gezegd, maak maar een mooi feestpakket, levensmiddelenpakket. En dan maken we er een blikje met. Dus, bouwbedrijf Bert Orden stelt de volgende brief beschikbaar. Jeffrey, niet kijken. Onderuit de ton, gewoon roeren. Een klein briefje. Een klein briefje, ja. Dat is misschien wel een goeie. Niet kijken. Die? Ja. Dus. Dus mensen krijgen een mooi boodschappenpakket te waarde van €50. W. Hendricks. W. Hendricks. Nou, die komt weer in de wolf. Is het Hendricks of Hendricks? Hendricks. Hendricks. Oké. Okay. Steen maar dichterbij. Maakt niet uit. Kom goed, mensen worden gebeld. Bob. Margriet? Ja. Bedankt. Ja, top. Gedaan. Jeffrey, bedankt. Ja. Top. En tot de volgende week. Daar gaan we er weer voor.